Het is gewoon om de 5 seconden staan we vast. Echt hoor. Kijk. Zebrally! Kut. Ik kom alleen maar op dezelfde locaties. Ik moet weer naar Valleburg gaan. Weet je wat nog het ergste is? Dat het gewoon een locatie was waar ik al lang achter had kunnen zijn, zeg maar, dat het hier was. Want het was niet echt verstopt of zo. Echt? Ja. Het was gewoon bij mij gewoon een huisje in Petalburg City. Oh, wauw. Ja, echt heel slecht. Oh, kut. Twee keer dezelfde ding hier. Oké, ik heb de tweede badge. Hi. Ja, dat, die doe je toch binnen een paar seconden. Ja, ik moet hem nog vinden. Maar nu moet jij op zoek naar de derde. Ja, maar die had ik al gevonden, dus ik weet waar ik naartoe moet. Oh. Marvel. Dan maak je al goede progressie, my man. Mm-hmm. Ik heb Flannery alleen nog niet gevonden. Jij wel? Nee. Ik heb wel Mount Pyre bovenin gevonden. Kijk, dan ga ik naar beneden. Ik heb echt elke mogelijke Mount Pyre locatie al gehad. En Magma Hideout krijg ik ook allemaal. Tjonge jongen, wacht maar, hier ben ik ook al allemaal geweest. Maar ik noteer niet letterlijk alles. Dan probeer ik wat en dan kom ik weer op dezelfde locatie uit. Ja, ik noteer alleen gewoon als ik een gym heb gevonden waar die was, zeg maar. Ja, ja, dat doe ik ook. Dan kom ik weer hier. Oh, je gaat letterlijk... Je blijft in dezelfde map bij die toporen als je naar beneden kelder. Wacht, er is nogal veel niets. Nou, dan ben ik weer een stukport. Ergens boven. Roxin, dat bel jij mij. Ah, shit. Healing center. Kijk, waar wordt het nu geteleport? Ik zit nu in zo'n grot. En dan ben ik per ongeluk over zo'n ledge heen gesprongen. Volgens mij is dit in Victory Road. Ja, zo te zien wel. Dat is echt kut, want nu ben ik over een ledge heen gesprongen. En nu moet ik zonder flash gaan kijken waar ik naartoe moet. Shit. Oh, dit is echt mega handig. Gewoon in die shopping center in Lily Cove gewoon de lift gebruiken. Dan kun je de twee locaties checken. Oké, ik ben helemaal veel. Dan moet ik... Oh, goed. Wacht, Milan, dat je hebt opgeschreven waar je naartoe moet. Deze heb ik gecheckt. Dan kom ik in een center. En dan kom ik weer in een center. En dan kom ik weer in een center. En dan kom ik weer in Mount Pyre. Ja. Oh. En dan hier. En dan... trouwens, als ik hier nou gewoon heal, dan kan ik checken welke center dit is. 4-3? Nee. Slatepoort? Nee. Durf. Ga maar. Oh ja, dan kom ik weer hier. Oh, ga weg. Oh ja, ik moet wel. Fuck. Teleport. Waar de fuck ben ik? Oh, ik ben in de zand. Zandkasteel? Ja. Zandkasteeltje. Zie je er zand? Ja, ik zie overal zand. Hé, hey, Kyogre. Ja? Welke? Yeah. Marine Cave of... Ja, vol. Oh, nee, dat die, dat ik tegen dinges moet vechten. Oh, oké. Okay. Yes, ik ben weer hier. Oh, nice. Dan kan ik deze checken. Oh, nice. Daar heb ik helemaal niks aan deze. Oké, dan gaan we naar het huisje daar.
Ik wilde heel graag hier naartoe. Echt nice. Als ze hier me hier laat, dan ben ik genaaid. Ja, want ik heb geen surf. Oh, dit is floor. Oké. Okay. Ik heb weer een Drake gevonden, alweer. Wacht, ik heb het opgeslagen. Waar ben ik ingegaan de vorige keer? Was dit? Nee, deze was het niet. Deze? Ja. Okay. Dan naar voor 2. Wacht, trouwens, dan ga ik even naar voor 1. C4 Cavern. Ben ik hier al geweest. En dan kom je weer in het center. Kijk maar, waar heb je een rustbureau? Oh nee, 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 nee. Nee, we gaan niet nog een keer naar rustbureau. Oké, we gaan weer terug naar de markt. En wat is dit? Weer nevelrok. Abandoned ship. Oh, hier wilde ik ook nog even checken. Ik heb gym 5 gevonden. Nice. Oh mijn god. En dat is Abandoned Ship. Gym 5. Hoe kom ik daar? Volgens mij via de shop. Je kan de deur niet meer in. Fuck. Deze. Wacht. Dit loopt weer rond. Dit gaat weer een rondje. Weer in de shop. Oké. Shopping mall. Floor 1 trap. Oké. Deze hebben we. Wacht, hier ben ik. Ja, dit is Magma Hideout. Hier heb ik. Oké. Extreme snelheid. Het loopt weer echt helemaal rond. Echt, hè? Ja. Overal ben ik al geweest. Zo voelt het in ieder geval. Oké. Goed, dan gaan we met naar floor 3 of zo. Nee, wacht. Ik ben volgens mij op floor 5 nog niet geweest. Jawel, ik ben wel op floor 5 geweest. Oh, oké, wat is dit? Route 104. Nee. En dit is dit, en dat loopt. Dood, dat is de Weather Institute. Oké, dan gaan we maar voor 2 weer checken. Oké. Maar goed dat ik daar naartoe ben gegaan, holy crap. Want hier was ik nog niet eens klaar met alle ingangen checken. Ik moet nog, weet die cave. Meteor Falls. Nee, niet Meteor Falls. Meteor Falls. Volgens mij wel Meteor Falls. Mag ik surf? Die. Oké. En dan, wat is Meteor Falls? Verdomme! Victory Road! het eindigt nooit. En ik kan nergens naartoe, want ik heb strength nodig. Ik wil even kijken, heb ik alle locaties ben ik al geweest of niet? Hier ben ik al geweest, hier ben ik al geweest. Doofert ben ik al geweest. Pacific Dogland, Lilico, Fortree, Moss Deep. Ik ben overal geweest, alleen zeg maar die caves waar je surf en zo voor nodig hebt, dat... Of ik zie iets over het hoofd, ik denk ik moet iets over het hoofd zien. Ik mag Drake niet doodmaken trouwens, het is een probleem. Oh, dan had ik vooral niet moeten resten. Jawel, want dan
dan blijf je toch een paar beurten slapen en dan doet hij gewoon damage op je. Ja. Ik heb wel geluk dat het Drake is, zeg maar. Ja, want die kan jij nog met super effective hits raken. Wacht, ik heb op deze route nog niet het huisje onder gecheckt. Nice. Even kijken wat dat is. Nestball, dat is toch een masterball? Nee. De nestball die is net zo sterk als de masterball als je erop blaast. Een bandit shim. Oké, en dan kom ik uit in Malfeul weer. Ja, daycare. Oh, dan kom je weer hier. Wacht, ik heb nu de bike, dus ik zou hier doorheen. Oh, wacht. Underwater, submarine. Oké, nee, heb ik niks aan. Ik kan via de andere kant kan ik dat huis in. Wow, daar heb ik niet aan gedacht. Ik moet alleen eventjes mee verslaan. Dat is zo gepiept. Dat kan je, hè? Ja, dat is gewoon Ice Beam. Kaboom. Ice Beam. En dan Hydro Pump. Doe je mee. Je kan gewoon in dit stadium, als je een level 70 hebt, dan kan je gewoon niet meer doodgaan. Nee. Dan moet je echt heel veel je best doen. Mm-hmm. Ah, oké, dat huisje checken. Nee, niet weer Mountpire. Godverdomme. Nee. Ik durf wel te zeggen dat gewoon een locatie waar ik naartoe moet, dat het gewoon echt heel kut ligt. Ah, ben ik weer in Petalburg. Rip. Ik ga wel via die kant. Magma Hideout. Daar heb ik sowieso streng van Rock Smash voor nodig. Het is nog niet open. Lily Cove. Ik moet weer in Zootopolis zien te komen. En dan gewoon dat surfstuk. Wat is dit? Dit is het Healing Center van Morphill. Oh mijn god. What the fuck? Er zit gewoon gaten in Granite Cave. Oké. Okay. Oh, dat is zeker het stuk. Oh nee, dit is het stuk waar ik vast zit. Kut. Ja, rip. Oh, gelukkig heb ik hem in Morville nu mijn warp point gezet. Oké, okay, wat is dit? Oh, dan zit ik weer op Doelvoort. Magma Hideout. Trouwens, volgens mij zat hier ook nog een entrance. Wacht. Het is alleen een pokkenstuk lopen, maar... Al die max items heb ik nu... Ik wil gewoon... Ja, ik weet dus waar de derde gym is. Alleen niet precies meer, zeg maar. Ik heb het wel opgeschreven, maar als ik daar dan ben, dan kan ik het niet vinden. Oh. Rip. Maar echt. Ik ben weer in een Elite 4 gelopen. Kut. Wacht, Evergrande? Waar ging dat naartoe? Een healing center? Dat is in Lily Cove. Magische kruiden. Maar echt. De echte magische kruiden. Jezus Christus, maat. En dan ben ik weer hier. Waar is het antwoord? Waar is het antwoord nou? Oh, fuck. Kijk, ik was hier de vorige keer ingegaan. Toen zei ik dat verder... Oh ja, het is streng. En aan de andere kant ben ik al geweest.
She. Hier onderin. Ah ja. Weer Victory Road. Oh, Milan. Het is ja. Zo kut dit. Pijnlijk, hè? Ja, oh. Oh, bro. Zit hier weer zo'n ego? Oh nee, dan kom ik weer daar. Je hoopt dan echt zo'n ander stuk te vinden. Van, oh, ja, precies. En dan kom je gewoon weer op dezelfde plek waar je al 20.000 keer bent geweest. Healing Center. Oh ja, dan kom ik weer hier. Pokémarkt. Oh fuck, ik heb per ongeluk op Norman gedrukt. Ja, kijk maar of hij dood kan gaan. Heeft hij een Spinda? Ja, in Emerald heeft hij Spinda. En hij heeft Linoon. Oh wacht, ik had net een save state. Oh fuck, dat ik dat wel moet opschrijven wat het nou was. Ik ga wel rechts. Ja, dat denk ik ook over Rayquaza. Maar ja, daar heb ik nog steeds niks aan. Mount. Hup. Oeh, Sky Pillar Entrance. Ik ben hier sowieso geweest. Oh, en dan kom ik weer hier. Volgens mij was dit een kutlocatie. Ja, fuck. Jezus, weer. Waar kan ik nog naartoe? Heb ik de markt al gecheckt? Abandoned ship. Eindeloze dimensies. Deze heb ik nog niet gecheckt, want ik kon hier niet doorheen. Omdat ik te zwak was. Kijken. Oké, ga weg. Mountpire. Ja, en hier is geen locatie, dus hier heb ik niks aan. Volgende huis. Hier heb ik volgens mij alle deurtjes wel al gecheckt. Oh ja, dan kom je hier. En dan kom je... Nou. 4-3? Oké, rustig. Deze heb ik wel al gecheckt. 100% zeker. Oeh, hier ben ik nog helemaal niet geweest. Ja? Welke? Dacht ik. Welke? Ah, dat dacht ik. Oh. Volgens mij klopt dat niet. Ik dacht aan deze kant van Sophopolis. Dat ik nou hier nog niet geweest was. Nee, volgens mij voel niet. Hier heb ik niks aan. Ik heb het huis van Wallische ouders gevonden. Is dat ook een punt waard? Nee. Oh, shit. En ik ben weer in Soetopolis. En ik ben weer in Leverage. Rusttunnel kan ik niks. Kan ik hier wat? Meteor. Trouwens, hier kan ik wel, want ik kan naar beneden. Alleen ik kon die trainer waarschijnlijk niet verslaan. Ice Beam. Oké, en dan even kijken welke kant ik op moet. Die. Oké, wat is dit? Een markt. Oké, daar heb ik niks aan. Hier is nog een. Ik heb Gym 4 gevonden. Wauw. Niet de gym die ik zocht, maar... Oké. Meteor Falls. Dat is de... Kamer. Rechter. Trap. En dan moet ik weer eventjes checken hoe ik daar ook weer kwam. Volgens mij via Further Turf. Ik doe maar... Further Turf. En ik ben nu op... Ik dacht dat de bel ging, dus ik ga even naar de deur. Het is goed. Dan blijf ik hier lekker in mijn eentje even. Oh, fuck.
Dat is wel mooi. Dan heb ik al in ieder geval de helft van alle gyms gevonden. Kijk, want zit op deze route... Nou, toch niet. Nee, toch niet? Nee. Het was een voorgevoel van je. Nee, ik hoorde wel wat, maar het kan ook dat het niet hier was, hoor. Dat het bij je naast je was of zo. Ja. Kan ik hier in dat huisje? Ik weet het niet meer. Ja, hier is nog een huis. Oké. Fuck. De C4 Cavern opnieuw. Ik heb een idee. Gewoon weer level 75. Ik heb een idee. Het idee. Nou, Steven, geef me die Devonscope. Dan kan ik weer in een extra huisje. Oeh, dat is wel slim. Kijk, kan ik... Hier kan ik niet meer verder, toch? Oh, ik kan ook trouwens. Als ik later surf. Oh nee, want dan is het niet meer nodig. Want ik doe een netje op 4 dan. Kijk, teleport dit naar Pittsburgh. Ik moet weer naar Fortree. Want ik vind het idee van jou vind ik heel erg gebruik. Ja, ik heb er niks aan gehad, maar het was wel een leuk idee. Vraag me dus af hè, wat er gebeurt als je in die lift loopt. Kan je dan wel gewoon met de lift? Want dan kan je best wel dit echt als een hub gebruiken. Ja, oh mijn god. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat is fucking handig. Zeker in de mall, toch? Ja. Ja, 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 die heb ik ook gedaan, inderdaad. Oh, dat was raar. Oké. Oké, nu kom ik wel op plekken waar ik nog niet ben geweest, in ieder geval. Nice. Oh, huh? Ik kom nu aan de andere kant van Sydney, kut, sorry. En dan zit je weer vast, trouwens. Ja. Had ik dat huisje van die oude vrouw gecheckt? Ging niet meer. Nee, ik kan wel nog een keer checken. Ah, fuck, ik heb twee Pokémon's nu. Oké, ga weg. Hier heb ik al mijn trainers al gedaan. Oh, dan kom je weer in, ja, in die. Trouwens. Kan ik de bike? Hier? Of gaat hij zeggen, er zit zand in je ogen. Ja, er zit zand in je ogen, je kan niet door. Fuck. Sad. Ik dacht, oh, misschien kan ik even... Hoe heet die locatie ook weer? Die toren even checken. Die zandtoren. Die wordt me weer naar Soetopolis. Nee. Oh, dan kom ik weer in Leverage. Ik ben zo terug. Ik moet echt even naar de wc, sorry. Doe je ding, man. Ga jij maar gewoon verder, hoor. Ja, ja, ja. Ik ben toch wel aan het struggelen, dus... ik heb alle tijd nodig. Kijk, weer Pacific Lock. En dan kom ik weer hier. Oh. En wat is dit? De Reggie. Nee, ik hoef niet tegen de Reggie. Vampire. Ben ik al hier naar beneden geweest? Oh, dan kom ik weer hier. Hier. Meteor Falls. Hier ben ik nog niet geweest. Oké. Het is jammer dat ik geen surf heb. Dan kon ik ook gelijk de trap checken. Oh, maar dit stuurt in ieder geval die gasjes weg. Dus ik kom weer bij Leverage. Kan ik een locatie checken? Moonstone te verkopen. Ah, niet weer Granite Cave. Welke is dit? Oh, wacht. Is dit die met die waar je de map bike nodig hebt? Ja, oké. Okay. Ik denk de hele tijd dat register. Ah, dan kom je weer hier. Ja, daar heb ik niks aan.
Dan hoop ik dat ik deze niet heb gecheckt. Cave of Origin. Oké. Vampire. Skypillar. Oké. Dag Wallace. Mijn geheugen is hier echt niet goed genoeg voor. En is er nog wat gebeurd? Nou, ik heb de Cave of Origin gevonden waar Wallace dan in het begin staat. Maar voor de rest helemaal niks. En ik heb wel een nieuwe locatie gevonden waar ik nog niet was geweest. Dus dat is wel iets. Oh, wacht, dan ben ik weer in Noord beneden. Is dit die fucking stuk waar je gelokt bent vanwege die ledge? Yep, oké. Okay. En dan zit ik weer in Meteor Falls. Ja, gaan we weer voor de teleport. Oh mijn god, Milo, ik zit alleen maar vast. Ik zoek echt even een manier om weer in Marvel te komen. Fly zou heel nice zijn. Oh, dit is een idee. Wacht, dit is een idee. Ik echt een idee. Ik ga jou ook helpen, want anders schieten we niet op. Ik weet niet of jij een manier hebt om op Mount Chimney te komen, maar als je Maxi verslaat, kan je ook weer daar naar beneden, zeg maar. Ja, ik had één manier gevonden om in ieder geval achter die gastjes te komen, maar daar heb ik niet zoveel aan. En ook wel voor, maar ik weet niet meer waar dat zit. Maar dat is wel inderdaad wel een goeie waar je mee komt. Alleen ja, het ding is, het blijft gewoon moeilijk om die locaties te vinden. Yep. Ah, fuck, weer die tweede battle. Je hebt zeker geen klapblokje gemaakt met de locaties en zo. Nee, dat kost echt veel te veel tijd. Maar ik ben in Marvel weer, even kijken. Vampire, Naval Rock, Sky Pillar, Watson. Dus nu kom ik. En dan ben de chip, dus dat kan nooit goed zijn. Nee. Nee, niet de deker. Ik ben weer in Malvil. Trouwens, ik heb dat huisje met al die trainers heb ik nog niet gecheckt. Dan moet je alleen eventjes vier trainers verslaan, maar. Hopelijk hebben ze dat ook gerandomized. Dat het ook een locatie is. Oké. En de nummel. En dan alleen nog de oude oom met de Manatide. Die natuurlijk forcefully detect doet. Nee, niet een shop. Verdomme. I don't know. Die? Oh ja, dan kom je weer in Evercrate. Waar liep shop? Wacht. Misschien is het wel de healing set voor Fortis. Lilycove, domme. Heb je zo'n Naval Rock kunnen komen op deze manier? Even kijken hoor. En dan zit hier Naval. Nee. Geen Naval Rock. Ik had mijn aantekeningen wat duidelijker moeten maken. Rip. Oh. Nou ja, nee, niet weer. Komen we weer bij Sydney. Wacht, is dit trouwens. Oh ja, dan kom ik weer in Shooterpolis. Ik kom echt de hele tijd bij dezelfde maps. Oh, hier ben ik nog niet geweest. In dit huisje, maar dan kom ik op route 105. Buiten de Reggie Ice Cave. Hier ga ik me weer softlocken als ik van de surfding afstap. Ik moet weer een voortrieken. kan ik lopen? Of staan die gastjes er weer voor? Normaal gesproken kun je die brug niet. Ah, ze blijven er staan.
Excuse me, you do not have a pokeblock ding. Ja. Maar misschien wil ik die helemaal niet. Lol! Yeah. Je bent getrapt op het water in de Seaform Islands, geloof ik. Oh, sterk. Oh nee, niet getrapt. Gelukkig. Wacht. Hier, dit is die met heel veel centers achter elkaar. Sleetpoort? Nee. En dit is Verdenturf? Nee. Waarom zijn mijn aantekeningen dan... Die kloppen dan gewoon niet ofzo? Kijk, dit is... Ja, Fortune! Oké. Kut dingen regelen. Oh ja, dit is wat je wil. Ja, geef me de Defenscope. Dan kunnen we gelijk die stomme Kecleons uit de weg ruimen. Oké, en dan... Gaan die aquagasjes op die route bij die safari zone alleen weg als je ze bij de weather instituut... Ja? Dat weet ik eigenlijk. Nee, toch? Ja, misschien, weet ik niet. Nee, want anders zou je daar nooit kunnen komen. Ik weet niet hoe dat precies zit. Gaan we zo even kijken. Oeh, deze heb ik nog de Registeel even nog niet gecheckt. Registeel Cave, Aqua Hideout en dan weer een trapje. Oh, Hydro Pump. Oh, Double Edge. Oké. Wat is dit? Jacked Pass. Ja, oké. Maar ik heb de Magma ding niet. Oh, wat zuur. Waarom hebben ze dat dan weer niet open gedaan? Maar wel... Nee, ik snap het niet. Nee. Ze hebben wel die Regis Caves opengemaakt, maar niet de Magma Hideout Cave. Nope. Dat is wel spijtig. Oké, hier kwam ik weer hier. En dan gaan we gewoon weer met Abra naar Fortri. Deze kijk niet meer weg. Huh, what the fuck? Waarom staat die NPC daarvoor? Oh, die kant op. Ah, dan ga ik even checken nu of je er gewoon langs kan. Of dat ze er blijven staan. Niet dat ik er nu heel veel nog aan heb. Zo'n bloedje. Okay. Volgens mij kunnen we allebei al gewoon echt naar elke locatie flyen. Dat denk ik ook, ja. Ik heb echt elke stad al gezien. Maar ik ben bang dat al die andere locaties die ik nog moet, dat het achter... Alleen de Battle Frontier nog niet. Oh ja, die heb ik ook nog niet, inderdaad. Misschien kan dat ook wel niet, hoor. Misschien hebben ze dat... Dat zou wel logisch zijn als ze dat hebben uitgezet. Oké, je moet ervoor... Als jij links van ze komt, dan gaan ze weg. Maar als je rechts van die aquagasjes komt, dan gaan ze niet weg. Ah. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Oké. Ik zou de Fly TM alvast kunnen halen. Als meekomt, ja. Mooi. Ik heb geen ice beam, pp meer. Alles earthquaken. Geef me fly. Oké. That's done. Alleen die gastjes van de weather. Ja, die gaan nog niet weg. Dacht ik al. Ik zit te denken, zijn er nog routes met huisjes ofzo? Wat is het? Pokemarkt?
Firipef. Oh, trouwens, ik kan die kabelbaan checken nu, omdat ik ze. Omdat ik Mountaineer-ding heb gefixt. Dat is wel een idee, ja. Oh. C4 Cavern. Oh, dan moet ik weer tegen Maxi. En dan word ik gedeformd. Als ik dit win. Wow, met een Intimidate finish ik hem niet. Oké, en dan Shapiro. Oké, dat is Archie. En dan word ik geworpt op die route waar ik helemaal niks kan. Omdat ik geen surf heb. Oh. Oh, perfect een healing center. Wie brengt me naar Pacific Lock? Oké. Ah, weer een museum. Wat is dit? Oh, dan ben ik op een nieuw. Niet meer. Dat is lastig, hè? Ja, ik denk dat het zit waarschijnlijk gewoon in zo'n cave waar ik flash nodig heb. Of een cave waar ik surf voor nodig heb. Want ik heb zo'n beetje elk huis wel gehad waar ik langs kan. Mm-hmm. Ja, weet je, ik weet zeker dat ik verder kan. Alleen ik weet dus gewoon niet meer waar, zeg maar. Zie. Ah, dan komt weer Further Turf door. Dit huisje. Ah, dan komt weer een maat. Kijk, misschien dat hier. Misschien dat hier. Oh, dit is alleen maar een item. Rare candy. Ah, die rare candies heb ik niet meer. Fly zou wel heel blij zijn, maar. Ik ben zo erg niet dingen gewend. Ja, precies. Wacht, misschien staat... Waarom staat de chick hier voor? I think they closed the rooftop because the weather is wild today. Oh, dan ben ik weer een 4-3. En dan ben ik weer een vampire. Kabelbaan. Oh ja, dan kom ik weer een C4 Cavern. Waar ik helemaal niks kan. Oeh, dit zou nog wel zo'n locatie kunnen zijn die ik nog niet heb gecheckt. Want die trainer die staat er letterlijk voor en daar heb ik nog niet mee gevochten. Oh, jawel, hier ben ik wel geweest. Dit is Wally's huis. Victory. Ah. Oh. Pokemarkt. Dat is een topless. Ik krijg weer die Groudon en Kyogre cutscene. Yep. Dit was... Oh ja, dat kwam weer hier. Kijk, zijn die warps in die vierde gym ook veranderd? Of nee? Nee, als het goed is niet. Oké, nou, dan gaan we weer naar buiten. Waar kom ik hier dan uit? Oh ja, goed, 119. Oh, hier ben ik ook al een keer geweest. Godverdomme. Dit is... Goudvis the game. Dit is echt niet goed voor mij. Ik onthoud echt helemaal niks. Het is dat ik wat heb opgeschreven. 104. En wat was dit ook alweer? Nou ja, heb ik strength nodig. Oké. Nope.
Pokémarkt. Dan komt weer Sifon Cavern en dan heb ik Strength nodig. Wacht, misschien. Waar leidde dit ook weer naartoe? Route 117. Ja. Dan kan ik net zo goed nog even in Battleberg blijven om even te checken. Je moet onderin nooit hebben. Wacht, je wel? Oh, dat is alleen maar een huisje. Voor HMO1. Die kan ik wel gebruiken. Wat was dit? Genet Game. Oh, dit is dat stuk met de Everstone. Nee, daar heb ik niks aan. Wat is dit? Check Pass. Niks aan. Bovenkant museum heb ik niks aan. Godsamme, waar was ook weer de Quaza? Echt, hè? Ja. Het was... Bij de magische poelen. Goed, als we nu dit live deden en we hadden die echt, alert. Oh, die zouden echt heel goud zijn. Oké. Wat al die trainers doen. Weg. Oké. Huisje. Abandoned ship. Center. Geneet. Night Cave. Moss Deep. Ik ga wel Moss Deep weer even checken. Volgens mij was er een Quaza in Moss Deep. Maar je weet het niet meer zeker. Ja, inderdaad. Trouwens. Is er nog iets? Nope. Ik weet dat ik met die space ding kon ik in Moth wil. Wat was dit? Victory Road. Kun je toch ook in een ladder komen? Oh, deze heb ik nog niet gedaan. Oké. Kan ik hier? Item. Wat meer als zo. Godverdomme. Weer hetzelfde locatie. Ja. En dan denk je dat je een keer op een nieuwe plek bent, weet je wel, maar nee. Mm-hmm. Zeg gewoon, het lijkt wel alsof er meerdere locaties gewoon op dezelfde locatie, naar dezelfde locatie rijden. Oh, dit was Further Turf. Fuck me. Wat is dit? Fuck nee! Dan kom ik weer op het stuk waar ik niet verder kan. Godverdomme. Wacht. Als ik nou naar Verdant Turf weer ga, dan kan ik heel makkelijk naar Moss Deep. Dat was letterlijk dit huisje. Perfect. Oké. Nog een keer. Oké, niet naar rechts. Gewoon links. Oh, hier ben ik al geweest. Dit heb ik al helemaal gecheckt. Oké, dat is niet waard. Pokémarkt heb ik ook gecheckt. Center. Oh, waarom leidt dit allemaal naar die kut flash caves? Ik word niet goed van die flash caves. Echt, hè? Ja. Ja, ik heb er ook erg last van, hoor. Ik zie door de boom ook het bos niet meer. Maar volgens mij heb ik een huisje gevonden waar ik nog niet in ben geweest. Dus misschien dat dat me wat oplevert. Oeh. Het zou wel mooi zijn. Kijk, wat is dit? Een bench. Nice! Oké.
zevende gym gevonden. Achtste gym gevonden bedoel ik. Nice. Kijk daar. Dus kijk daar. Dan kom je weer hier en dan. Niet gevolgd. Wat is dit? Mirage Tower. Oh, wacht, ik kan heel makkelijk hier naartoe. Haha, en dan kom ik weer in Moss Deep. Oké, gym. Het was de gym! Oh mijn god, oké. Haha, yeah. Wauw, oké, masterball. Oké, in ieder geval heb ik een fly Pokémon nu. Maar ja, voor de rest heb ik er niks aan. Ik zit nog steeds in dezelfde situatie. Hier ben ik al geweest. Dan kom ik weer hier. En dan kom ik hier. En dan Mirage Tower. Wacht. Daar heb ik zeker dingen voor nodig. Ik kan die ladder nog wel checken. Heb ik een Max Repel? Oeh, ik heb super. Ik redde het niet. Ik wilde naar een trappetje gaan fietsen, maar... Rip. Ik fietste verkeerd. Nee, ik kan wel makkelijk weer terugkomen. Alleen ja, het gaat wel weer ten koste van mijn repel. Ik moet weer hier naartoe. En dan moet ik weer hier naartoe. Oké, en dan zijn we weer hier. Ja, oké, nice. Wat is dit? Doofert? Fuck. Oké. Nou ja, dan gaan we nog een keer die locaties hier checken. Ik ben nog hier niet naar boven geweest. In de Pokémon League. Oh, nou, wie weet dat je dat wat brengt. Nieuw Malville. Maar dat heeft toch letterlijk maar één trap? Dat weet ik echt niet. Hey Wally, wat doe jij hier, bitch? Hoor je opeens een keigoeie, Wally? Keigoeie altaar, hè? Ja. Yeah. Ik ga even checken. Want anders is een nieuw Malville het ook niet echt waard. Kijk. Kun je ook al... bij de leak gewoon door die gastjes heen lopen als je nog niet alle badges hebt? Of gaan ze pas aan de kant als je alle badges hebt? Dan gaan ze pas aan de kant als je alle badges hebt. Oh, dan is dat ook niet echt waard. Nee, ik zit nu te denken, je kan alleen maar de generator aanzetten. Er is geen tweede trap of wat dan ook. Dus ik kan letterlijk weglopen. Want dit is tijd verspillen. Ik ga het gewoon checken. Nope. Helaas pindakaas. Wat is dit? Oh, dan kom je weer in Petalburg. Oké, ik weet dat ik van Doofert heel makkelijk naar Petalburg kan. Mag mijn hideout? Hier ben ik sowieso al geweest. Ik zie het al. Kom je weer in die Aqua Hideout met al die teleporters. Die teleportroom is echt een hel. Kut, had ik het nou maar niet gedaan. Wacht. F1. Leverage. En dan heb je alleen nog maar die cave hier. En dan kom je weer bij zo'n teleportroom. Vampire. Oh ja. Diep. Tyfuszooi. Ja. Er was ook één locatie waar je dan surft.
En dan de servant Hupplepup binnenkomt. Suttopolis. Ja, maar dan... Ja, maar die kom je maar één keer binnen volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ah, fuck kut. Want dan kon ik de 8e gym nog even checken. Puzzel nog kan. Heb ik nog een Max Repel of zo? Max Repel. Waarom laat ik nou los? Godverdomme. Ik heb alleen maar een Repel. Kut. Nou. Ik kom niet snel genoeg. Wat probeer je te doen? Ik zit in. In Sky Pillar, en ik weet dat er in Sky Pillar dat Watson in Sky Pillar zit, zeg maar, dat weet ik zeker. Oh. En nu probeer ik met die fiets, zeg maar, die dingen te doen, zodat ik in ieder geval aan de overkant even kan kijken. Alleen, dat is op de computer nog lastiger dan. Kut, zo. Ah, die had ik ook nog. Wist je het pa. Oh, fuck. Staan al die... He, nou, Watson is gevonden hoor, jezus. Nou, dan heb je gelijk gym 3. Alleen ik heb Flannery nog nergens gezien, dus... Oh, ja, dat is nog wel even zoeken. Dat is, ik denk dat... Oh nee, Flannery en Winona heb ik nog nergens gezien. Ja, ik heb alleen maar 4, 5, 7 en 8. Voor de rest... Ja, nou ja, maar je hebt ook nog. Had je al Wallace al gevonden? Nee, de champion heb ik ook nog niet gevonden. Okay. Nee. Maar die hoef ik natuurlijk pas de allerlaatste te vinden. Ja. En dan krijg ik ook surf en dan wordt het misschien makkelijker. Dan weet je ongeveer al waar je zou kunnen kijken. Fuck, ben ik weer in Battleburg beland? Ik zit echt mijn rot te zoeken, maar ik weet 100% zeker dat het ergens ligt waarvoor ik gewoon Flash nodig heb. Dit gaat nog niet open. Zijn die in het beginstadje... Ja, dat blijft altijd hetzelfde rip. Oké, ik heb nu 3 badges. Ai, congrats. Dank je. Dan ben je al bijna op de helft. Van de badges wel, ja. Nou, het voordeel is dat ik alle gewone elite voormembers allemaal wel gewoon al gevonden heb, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik ook. Dus voor mij is het ook een appeltje eitje nu. Alleen, gewoon... Die gyms zijn gewoon echt een probleem. Ik heb die HM's heb ik echt heel hard nodig. Wat doet teleport nu? Lily Cove? Nee. Daar hoef ik niet naartoe. Bike House? Oh nee, daar zit ik weer vast. Dit lijkt weer naar die stomme aqua hideout. En dan kom ik weer hier en dan kom ik weer in Battleburg. En die guy die houdt me nog steeds tegen. Ja, die had ik al gecheckt. Healing Center. Vampire. Oké. Quest onder. Oh, ben ik in een fiendje gelopen. Die pijn, die ken ik. Desert Ruins. Oh, oké. En dan kom ik weer hier. En dan kom ik weer in Cave of Origin. En Verkrent. Magma Hideout. Wacht, was dit die Desert Ruins? Oh, nee. Oké. Hier naartoe. Verdant Turf Cave.
kan me niet herinneren dat ik hier naar binnen ben gegaan. Ik kom alleen maar op dezelfde locaties. Wat een ramp is dit. Oké, hier. Dit is echt een kutplek om te spannen. En dan weer hier. Oh mijn god. Dat was ik helemaal vergeten. Ik kan nu die kabelbaan checken. Nee. Het komt letterlijk de bovenste verdieping van de shopping mall. Ah. Oh, nee. Kut. Oké, dan gaan we hier maar in. Victory Road. Ik moet even lopen en dan de muur gewoon volgen en dan misschien dat ik nog bij een trap kom waar ik nog niet ben geweest. Oh, dit loopt letterlijk dood. Dit was voor Psychic volgens mij. Nou. Dan moet ik weer teleport gaan gebruiken, I guess. Teleport. En dan kom ik weer zoet. Ben ik... Oh, dit is wel kut. Ik ben volgens mij gesoftlocked, tenzij ik een rot of zoiets heb. Ja, ik ben ook soms gesoftlocked en dat doe ik gewoon zeg maar met een save file erbij. Ja, ik heb al een tijdje niet meer gesaved. Dat is niet handig. Kan je niet ergens anders naartoe worpen? Kut. En teleport? Nee, dan kom ik weer. Ik kom zeg maar in die center van Zoetepolis. Alleen het is in die cutscene van Groudon en Kyogre. Dus die staan staan de NPC's letterlijk voor alle andere ingangen. Ja, ik kan wel switchen en dan. Oeh, als ik gewoon blijf switchen, dan kunnen die electrodes me wel killen. En als ik gewoon met de legendaries de hele tijd heen en weer ga, die gaan al eerder dood. En dan hoop ik dat Sonic Boom gewoon heel veel PP heeft. Kiboom! Ja! En dan moet ik zo snel mogelijk eventjes een andere center als warpoint gaan gebruiken, want Zoetepolis is niet echt een hele goede warpoint. Niet? Oh. Nee. Ja, komt al, als je server hebt, dan valt het mee, maar... Ja, klopt. Dan kan je nog eventjes omzeilen, dat probleem. Maar nu, dat gaat gewoon niet. Maar ik heb ook geen rot, dus misschien moet ik ook even een rot gaan... Fuck, hij heeft zichzelf gekild. Dat is één. Ja, het heeft geen zin om die elektro te vangen, want dat kan letterlijk niks. Hij deed fucking self-destruct, wat een ijzel. Dat is kaboom zeggen, denk ik. Oké, nou, ik heb geen andere keus. Mijn laatste save was letterlijk 2 uur geleden. En dat was dat ik Kyogre had gevangen. Dus eigenlijk maar... Echt? Ja. Waarom heb je daarna niet meer gesaved dan? Omdat ik niet meer in zo'n softlock situatie kwam. Ik dacht, oh boeien, dat komt wel goed. Maar ja, dat is niet handig. Nee, klopt. Maar wat nu wel handig is, ik ben in Pacific Lock, dus ik kan gelijk die rot vinden. Oh nee. Ik dacht dat de NPC buiten stond die je de rot geeft, maar dat is dus niet zo. Yep. Het voordeel is wel, ik heb nog wel al die locaties opgeschreven, dus die kan ik wel nog steeds... Oeh, ik ben nu bij Mount Chimney bovenin.
Oké. Dus eigenlijk heeft het me een soort van geholpen. Ja, ik heb nog geen Rayquaza meer. En ik heb geen Fly mee. Maar, oh fuck, ik heb de Earthquake nog niet geleerd. En Ice Beam heb ik ook niet meer. Maar ik heb wel Rayquaza nog. En ik kan nu een nieuwe locatie checken. Is gewoon Nando all over again. Fucking hell. Alleen mij kan dit overkomen. Rest weg. Oké. En dan doen we... Kan je ook weer voorop. Maar misschien is het wel beter, want nu staan die NPC's er ook niet meer allemaal voor. Terwijl als ik de Groudon en Kyogre fight ga doen, dan staan ze er wel allemaal voor. Oké. Op rotte Maxi. Goed, en dan gaan we kijken wat dit is. Mount Chimney naar beneden is. Navel Rock. Felipper. Oh mijn god. Ja, natuurlijk. Oh, maar ik ben zo stom. Natuurlijk is het Felipper, want daar ben ik al geweest. Ik ben al via die kant een keertje daar geweest. Oké. Meteor Falls. Nou ja, dan kan ik weer die Meteor Falls cutscene doen. Wat stom. Ja, dan zit ik weer in Granite Cave. Eigenlijk hoop ik nu gewoon dat je heel snel Gym 4 en 5 gaat vinden. Ja, 5 heb ik al gevonden. Oh, nee. 4 en 6 weet ik oh, niet. Oh, dan hoop ik dat je heel snel 4 en 6 vindt. Kun je me uit mijn lijden verlossen. Oh, dit is wel echt heel pijnlijk. Maar ik weet ook gewoon niet waar ik nog niet ben geweest. Nee, je kan nog geen surf. Dat is wel kut. Ik had je gelijk 3 locaties kunnen opnoemen als je surf had. Ja. Heb ik de bike al? Volgens mij niet. Nee, ik heb de letter alleen maar. Oeh, hier ben ik nog geweest. Oh, dit is het. Was niet de moeite waard. Maar godverdomme. Oh. Of kom ik daar net vandaan? Ik kwam daar net vandaan. Nee, gewoon. Ai. Dan krijgen we die cutscene van de Pokémon af. Wat een gedoe zeg. Echt hoor. Ik weet ook gewoon echt niet meer welke locatie ik moet gaan checken. Ik denk sowieso iets met Victory Road of zo. Hier gelijk al een KMT-tijdje maken. Hier? Weather Institute. Hoe krijg je Rock Smash in deze game ook alweer? Granite Cave en dan gewoon die hiker aan het begin. Ja, volgens mij heb ik daar al mee gepraat een keer, maar toen gaf hij me nog niks. Oh, of misschien geeft hij je flash, dat kan ook. Ik heb hem wel Rock Smash, maar ik weet... Oh, dat is van die Science Guy. Ah nee, wacht, dat zie ik. Ruby en Sapphire alleen maar. Rock Smash weet ik niet zo goed. Daar ben ik nu wel achter gekomen in ieder geval. Wat was die gym ook alweer? Ah ja, dan kom ik weer hier. En dit is met die Everstone. Kunnen ze niet nog meer ingangen hier maken? Echt hè? Ja. Dan heb ik in ieder geval meer keuze om te checken. Oh, dit is wel heel zuur, want nu heb ik geen Ice Beam meer. Oeps. Oepsie floepsie. Oké. Ondertussen maar een paar keer 7 dan. Ja. Klopt. Shift of 1. Godverdomme. Ben ik weer bij Sydney. Joh, ik denk maar dat ik gewoon een aantal fights doe, zodat al die grunts er zo optieven. Dan heb ik misschien nog wat meer
locaties om te checken. Oké, ik ben weer Fortree. Weather Institute. Kijk, wat was dit? Oh ja. Dat was die stomme strength puzzel. Oh. Gelijk die Devin machine fixen. Dan hebben we dat niet meer. Zo, die is aan de kant. Double edge. Mijn leven. Ik denk dat Sander echt helemaal zijn dood zou stressen. Echt hoor. Holy crap, maat. Dat wil je niet weten. Maar ik stress hem niet, maar ik vind het wel echt heel erg irritant. Dat gewoon... Dat ik zoveel nog niet weet... Maar dat is ook gedeeltelijk omdat ik zoveel nog niet kan. Ja, ja, precies. Weer die double battle. En ik kan natuurlijk geen dingen gebruiken. Shikot. Oeh, wel jammer. Ik had een Kadabra. Kadabra. Oké, wat is dit? Jack Pass. Nee, daar heb ik niks. Ja, voor de Jagged Pass ben ik ook nog niet geweest. Nee, maar ik heb daar niet zo heel veel aan, de Jagged Pass. Ik weet, ik ben bij de locaties ben ik al geweest. Oké. Dan gaan die people van Team Aqua aan de kant. Jij was al in de safari zone geweest? Nee, ook nog niet. Ik moet even... Weet jij hoe je die pokeblok ding krijgt? Ja, dan moet je eerst de coincase volgens mij halen in de contest hal. Oh boy. Nou, ik weet dat volgens mij de contest hal niet... Oh ja, oké. Ik heb de contest hal. Dan is het gewoon met iemand... Gewoon met iedereen praten en kijken wie... Trouwens, misschien is het wel aan de desk. Ja, ik wil een contest enteren. Nee, cancel. Natuurlijk doe ik dat niet. Oké, ik heb Pokeblock Case. Oké, ik heb hem. Nice. Dan kan ik nu Safari Zone checken. Ik heb gewoon even gewoon geen idee meer waar ik nog niet ben geweest. Oh, ik ben ook nog niet in die forest gekomen, maar hoe kom ik in de forest? Safari zone. Safari zone is gewoon normaal. Het is gewoon... Ja, dat dacht ik al. Nou ja. Dat dacht ik stiekem al. Jezus, hoeveel Pokémon zijn hier? Dan is het in ieder geval bevestigd. Verloop. Oké, oh, encounter. Oh, hij heeft me Stom beest. Heeft die fucking quick attack en ik had nog maar 5 HP op die Kyogre. Nou ja, Mew, maak ze af. Oké, mooi. En dan gaan we door. Wat waren die counters dan? Sky Pillar. Gelukkig ging Mew wel snel genoeg om weg te rennen voor al die wilde Pokémon. Nevelwolk. Dan kom je hier. En je hebt geen fiets, dus je mag er niet doorheen. Alleen als je een fiets hebt, mag je hier doorheen. Oh, oké. Nou, wat was dit? Victory Road.
maar dan ga ik dood, want Mew niet veel HP. Oh, Mudkip. Heb ik een revive toevallig? Nope, ik heb helemaal geen items. En dan mocht ik weer vanaf Doofart. Yes. Wat was dit bij de Elite 4? Oh ja, Morphium. Ik heb geen idee meer, Nando. Dus wat zullen we dan gaan doen? Gewoon doorgaan? Ja, maar ik vind het irritant. Misschien is het gewoon niet voor ons weggelegd. Kijken. Ja, als ik gewoon alleen heel eventjes Flannery kon vinden. In ieder geval kunnen we de speedknop gebruiken, dus dat maakt het al een stuk beter. Mm-hmm. Maar ja, nu is het nog even checken waar zijn al die locaties gebleven. En dan kom je hier. Ah, weer een Petalburg? Nee. Ik ga even slok nemen. Want, Goed idee. Lekker. Jongen, jongen zeg. Nou ja, dan weer hier naartoe. Nou gaan we weer al die trainers van de Victory Road doen. Waarom is dit geen dubbel battle? Ik heb toch wel meerdere Pokémon die levend zijn in mijn party. Ja, what the fuck. Misschien wel, maar misschien ook niet. Nou, games zeggen nee. Computer zegt nee. No, you can do all the battles again. Sky Pillar. Nevelrok. Ik kom echt alleen maar bij die Nevelrok. Oké, wat was dit ook? Ah, fuck my life. Ik ga weer die kamer van Sydney in. Verdorie. Oké, weer Evergrande. En dan ben ik weer in Malville. Ik moet even brainstormen. Even kijken. Wat heb ik nog niet helemaal ontdekt. De Mirage Tower heb ik nog niet gecheckt. Volgens mij de onderste gedeeltes van de, hoe heet het? Van Mount Pyre. Wat was ook weer die casino? Abandoned Ship. Leidt naar route 113. Ga weg, Skarmory. Echt hoor. Ja, echt stomme Skarmory. Altijd die Skarmory. Ja, we moeten altijd maar weer ervoor staan. Wat is dit? Nou ja. En weer Sertopolis. Ha, en nu ben ik niet gesoftlocked, bitches. Oké. Nou, in ieder geval heb ik weer de masterball. Oké. Nou, ik weet ook al hoe ik de Quasar weer kan krijgen, maar ja. Ah, dan kom je weer hier. Dit is vervelend. Het stuk van Mount Pyre haat ik zo erg. Weer dat stomme huisje in en dan weer Sky Pillar uit. Oké, en dit keer niet die cave waar Steven zit lopen, want dat is Sydney. Oké, dit was gym 1. Oh ja, HMO 5 is Flash. Ik weet waar je Flash krijgt, maar niet hoe je Rock Smash. RIP. Pokeball.
Ik dacht dat het van die scientist komt in het huisje naast de Pokémarkt in Malville. Maar ik weet niet of dat Ruby Sapphire was of Emerald. Zou best kunnen hoor. Alleen ja, vind maar eens dat huisje. Yep. Hier ben ik al geweest. Nou ja, de lijn naar een markt. Ja, daar heb ik niks aan. Wat was dit ook weer? Aqua Hideout. En dan kom je weer in Malfil. Wat was dit ook weer? Oldale. Ik kom weer die shopping mall. Ik denk dat dat we het moeten gaan opgeven, Nanda. Voor vandaag of gewoon voor deze sessie en dat we het opnieuw gaan proberen in een nieuwe ronde? Ik denk dat we het een keer opnieuw moeten gaan proberen in een nieuwe ronde. Ai, nou ja, alsnog is dit wel leuk geweest. Ik moet nog even twee dingen checken, heel snel. Hier was Ice Beam en gewoon... Ik moet even Ice Beam leren aan die Kyogre. Gewoon om even... En dan druk ik nu op Shift F1. En dan wil ik even het museum checken of dat wel echt... Ja, volgens mij... Kan je naar boven? Oh, dit is gewoon normaal. Ik dacht, oh, die museum is ook wel gerandomized. Maar nee, dat is hij niet. Oh nee, linksboven in Lillikoven. Ja, linksboven. Ja, klopt. Die is niet gerandomized. Oh, wat lame. Ja, heel lame. Nee, oké. Okay. Goed. In ieder geval, iedereen, bedankt voor het kijken, want ik ga het natuurlijk wel gewoon uploaden. Ja, waarom niet? Dit was poging 1. We gaan nog een keer in de poging wachten, tenminste. Lijkt me leuk ja, om te doen. Ja, eens. Nou ja, we kunnen zeggen dat jij eigenlijk voorstaat, want je hebt 3 badges. Yay, 3 badges. Ik heb maar 1 badge. Jij mist nog maar 2 locaties. 3 locaties. Want je 3. Mist Jim 4, 6 en Wallace. Ja. En ik mis 2, 3, 6. Ja, ik mis er 3. Dus eigenlijk... Ook 3. Ja. Ja, eigenlijk ja, meer. Want ik mis 2 en 3. 2, 3, 6. Oh nee, dat is wel eigenlijk gelijk. Ja. Maar ja, je hebt meer badges, dus ik wist. Dat is waar. Ach ja. In ieder geval weten we dat Rayquaza wel echt belangrijk is hoor. Want daar kan je gewoon mee steamrollen, zeg maar. Ja, ja, het kan je ook weer dan. Daar kon je ook wel heel veel mee. Ik had ze op een gegeven moment allebei, maar ja. Ja. In ieder geval iedereen een fijne kerst. Bedankt voor het kijken van deze video. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende keer dat we het gaan proberen. Yes, tot gauw. Adios, amigos.